valt natuurlijk wel op dat hier natuurlijk een paar partijen bij betrokken zijn die ook aan de formatietafel zitten. Een paar of allemaal? Allemaal. Nou ja, en dat je toch dat je misschien denkt van, nou ja, is dit dan iets dat ze niet nu een onomkeerbaar besluit willen nemen over Groningen, omdat ze wellicht aan die formatietafel dat nog als wisselgeld maar dat kwam wel, willen dat, gebruiken. Dat werd ook aan de orde gesteld, toch? Ja, maar dat wordt keihard ontkend natuurlijk. Maar ja, het blijft wel een beetje boven hangen. En we zullen het pas weten als het zover is. Maar is het een zorg? Want als het straks, als het niet genoeg gas is, dan is er wel een probleem. Dus de partijen hebben misschien wel een punt. Het is denk ik heel goed om ook over de leveringszekerheid te praten, wat gelukkig ook gebeurt. Maar dat hangt niet alleen maar af hiervan. Dus omdat nu ter 11 uur eigenlijk als het nieuwe argument, wat natuurlijk echt niet opeens op tafel ligt, te gaan gebruiken. Ja, dat voelt toch wel. Nou, ik kan me voorstellen dat de Groningers hier heel boos over zijn. Maar wat denkt u in politieke zin? Wat is hier aan de hand? Ja, nou ja, ik laat het aan Thomas. We zullen het later waarschijnlijk zien. U heeft daar ook wel ideeën over, waarschijnlijk. U bent nog maar kort in de politiek, maar nu al heeft u daar ideeën over, denk ik. Nou ja, wij zitten daar niet aan tafel, maar ik kan me voorstellen, het lijkt inderdaad dat de formerende partijen daar toch een afspraak over hebben gemaakt. Hebben ze geld nodig? Wie weet. Thomas? Ja, ik weet het ook. Ik zit veel gas en dus ook geld in de grond. Dat is bij jaar 21 is ook een van de partijen die in de Eerste Kamer dit uitstellen steunt. Dat is een partij die gezegd heeft van waarom laten we zoveel waarde in de grond zitten? Dat is toch eigenlijk slecht voor onze portemonnee. Maar of dat ook de beweegreden nu is, dat weet ik niet. Ik was bezig met de Russische inmenging. Ja, precies.